Joella, wat heb je in een boekje? Eerst moet je overslaan. Oké, eerst overslaan. Nou, het dubbeldikke voorleesboek van? Dikkie Dik. Jeetje, Mina. Welke boekje ken je niet? Ken je deze al? Paraplu. Ja. Heb je dan voorgelezen van een paraplu? Nee, hè? Nee. Want eerst dit, hè? Eerst die eten. Oh, eerst die van het eten. Ja. Nou, daar gaat hij. Ja, kijk maar. Het ontbijt staat op tafel. Een stukje brood. Wat staat er allemaal op tafel? Brood. Ja? Jam. Ja? Wat heb je vanmorgen gegeten? Broodje met? Pindakaas. Kaas. Hagelslag. En een grote, dikke... Peer. Peer. Dat is een peer, zie je dat? Dikke, nou, dikke peer. Zie je dat die gaat... Dikke peer. Ja. Nou, eens even kijken. Wat zit er in die beker? Melk. Lekkere melk. Een eitje. Nou, dat eet je met wat zout en soms een beetje... Wat zit hier in? Peper. Oh, jeetje, maar dan gaat het mis, hè? Ja. Kijk eens wat er gaat gebeuren. Oh. Hachi. Als je aan de peper ruikt, dan moet je... Niezen. Ga jij eens niezen. Hoe ga je niezen? Ja. Ja. Zo. Gaan we niezen, hè? Ja. Au. Mijn neus prikt. Ik ga nooit meer op de ontbijttafel. Maar dat mag ook helemaal niet op de ontbijttafel, hè? Nee. Stoute poes. Stoute dikke poes. En we gaan nu hebben over het vogeltje. Dikkie Dik kijkt naar boven. Daar hangt een kooi voor het raam. In die kooi woont een vogeltje. Dikkie Dik die wil het vogeltje pakken. Want dat doen katten, hè? Die gaan vogeltjes pakken. Ja, hij heeft eigen dikke bil dan. Ja, hij heeft dikke bil, ja. Ja, eigen dikke bil. Ja, eigen dikke bil. Een grote sprong. En daar zit Dikkie Dik, bovenop de vogelkooi. Maar hoe moet hij nou bij het vogeltje komen? Moet je heel goed vasthouden, dan moet je met je sleutel van open draaien. Ja, want hij kan er niet bij. Nee. Kijk, daar zit een, wat zit hier? Een deurtje. Maar het vogeltje wordt nu wel een beetje bang. Dikkie Dik probeert... deurtje open te maken. En wat gebeurt er dan? Dan gaat hij om zijn koffer en dan gaat hij van op zo'n dikke bil. Dan duikelt hij van de vogelkooi af. Oh jee, daar hangt Dikkie Dik. Eigen schuld. Dat komt ervan als je vogeltjes wilt pakken. Eigen schuld, dikke beeld. Eigen schuld, dikke beeld. Nou. Zie je dat? De kalender. 1 januari, dat is overmorgen, dat is 1 januari, is de eerste dag van het jaar. Er gaat een vlieg op de kalender zitten, zie je dat? Ja. Dikkie Dik zet snel zijn poten op de vlieg. Hij kijkt eronder, maar die vlieg, wat zou die vlieg doen? Ja. Nou. Oh, helemaal. Maar de vlieg zit er niet. Die vlieg is veel sneller, hè? Dikkie Dik is te langzaam. De vlieg die zit er niet. Misschien zit er op het volgende blaadje van de kalender. En wat gaat Dikkie Dikkie doen? Hij gaat al die blaadjes er... afhalen. En afscheuren. Nee, daar zit hij ook niet. Hij zit helemaal niet daar. Hij zit... daar. Ja. Wat een sukkel. Wat eigen dikke beeldvlieg. Nee, daar zit hij ook niet. Dikkie Dik krabt steeds meer blaadjes van de kalender af. Nou, maar dat is niet de bedoeling. Bijna allemaal.
Nu zit nog één blaadje op. 31 december, de laatste dag van het jaar. Ja, toen is het verjaardag. Ja, is niet handig, hè? Nee. Even de microfoon even goed of zo. Zo. Kom maar niet aan, zo. Het is voor het geluid, hè? Ja. Dikkie Dik. Oh ja, de laatste dag van het jaar. Nou, oh jee. Zou zijn baasje het leuk vinden? Nee, hè? Nou, je wil nog één verhaaltje? En het gaat over een? Appel. Over een appel. En dan gaat oma voorlezen. Nou, opa zal deze voorlezen en dan gaat oma eentje voorlezen, oké? Okay? Ja. Gaat oma het volgende verhaaltje voorlezen. Dikkie Dik loopt in de tuin. Uit de appelboom. Ja, vallen allemaal. Valt een appel. Boem. Bijna op zijn kop. Oh, hij mag niet op mijn kop vallen. Nee. Ja? De appel is rond. Net als een bal. Dikkie Dik geeft de appel een tik. En de bal die rolt. Weg. Dat is niet de bedoeling, hè? Een appel moet je niet wegrollen. Moet je opeten. Kijk. Nou, maar in de appel. Wat woont er in de appel? Wat woont er in die appel? Dat is een worm. Worm. Ja, die eet haar. Die woont er. Wat zegt die worm tegen Dikkie Dik? Blijf van mijn huis af. Dit is geen voetbal. Dit is een appel, zegt de worm. Mmm, zegt de geit. Ik heb honger. Dikkie Dik, mag ik jouw appel hebben? De appel is niet van mij. De appel is van de worm. De worm die woont in de appel, zegt Dikkie Dik. De geit eet de appel op en heeft de worm ook opgegeten. Hij heeft nog steeds honger. Gaat die Dikkie Dik ook opeten? Wat denk je? Nee. Nee, hè? Nee. Geiten eten geen poezen. Nee. 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 Nou, dat was hem. Zullen we nu stoppen? Ja. Gaat oma nou voorlezen? Ja. Blijf jij maar zitten? Oma, kom jij maar hier. Ja.